Beste vrienden van Lourdes, beste vrienden van Maria, goede bedevaarders. Augustus is jaarlijks de maand waarop we met ons bisdom naar Lourdes trekken. Een hele groep gezonde, zieke mensen, jonge, iets wat oudere mensen. Dit jaar kan het jammer genoeg niet doorgaan. En ieder van ons weet wel waarom. Toch vinden we het allemaal heel spijtig dat we die jaarlijkse afspraak moeten missen. Lourdes is voor velen van ons jaarlijks een krachtbron, een moment waarop we energie vinden, nieuwe energie bij Maria, bij haar Zoon, Jezus de Heer. Gelukkig hebben enkele mensen van de diocesane bedevaart initiatief genomen voor wat we nu noemen een digitale bedevaart. Op uw scherm zul je enkele dagen heel wat materiaal aangeboden krijgen. Teksten en beelden, muziek, gebeden, zang, overwegingen, een hele rijkdom wordt ons ter beschikking gesteld om van deze dagen toch iets bijzonders te maken. We danken de initiatiefnemers voor dit gebeuren. En ik nodig jullie uit, goede bedevaarders, om niet alleen het scherm goed in de gaten te houden, maar thuis, in je woonkamer of waar je ook verblijft, een goede gebedssfeer te scheppen. Ongetwijfeld heb je een mooi Mariabeeld. Je brandt er een kaarsje bij. Je zet er een bloemetje bij. Je kunt een Marialied zingen of meeneurien of beluisteren. Je kan zeker ook de rozenkrans bidden, de geheimen van Jezus' leven en dat van zijn moeder rustig overwegen, voor vele, vele intenties van zorgen en noden bij tal van mensen. Mochten jullie ook in je hart een mooie bedevaart maken, mocht je hart echt een plaats worden van diep geloof, van nieuw vertrouwen, een plek van innerlijke stilte, ontmoeting met de Heer, een plek waar je ook verbondenheid beleeft met velen, ook al zijn ze niet zichtbaar nabij. In de geest zijn we allen als leerlingen van Jezus met elkaar verbonden. In naam van de kardinalen, de hulpbisschoppen, wensen we jullie een gezegende bedevaart. Anders dan andere jaren, maar daarom met niet minder vruchten. Mochten het gezegende dagen zijn, waarop je de nabijheid van God mag ervaren, zoals Maria het zo intens heeft beleefd. De grote goede God dicht bij kleine mensen. Mocht het voor jullie allen, echt ook dit jaar, een bron zijn van nieuwe moed, nieuwe kracht, nieuwe energie. We wensen jullie een gezegende bedevaart. Het gaat jullie allen goed onder Maria's bescherming en met de zegen van de Heer onze God.